De competities lopen in de maand mei nog een paar weken door en dus zijn we er met onze club ook nog eventjes. Vandaag op Walcheren in het dorp van de Vuurtoren en van VV de Noormannen, Westkapelle. Ja, Jaap, je bent nu zo'n jaar voorzitter van de Noormannen. Hoe bevalt dat? Nou, tot nu toe gaat het eigenlijk best. We hebben met een groepje afgesproken dat we eigenlijk een proeftijd van een jaar zouden nemen om te kijken van hoe ver we in het bestuur zouden kunnen komen. En nou, ik denk dat ik er nog wel een poosje aan vast ga plakken, want het is eigenlijk best leuk. Ja. We hebben eigenlijk een hele enthousiaste groep met bestuursleden gekregen vorig jaar. En nou ja, er gebeurt weer wat in de club. En nou, ik denk dat we een beetje de goede kant weer op kunnen gaan om weer wat hoger op te gaan ook. Ja, want was zo'n frisse wind nodig hier? Nou ja, kijk, de overgang van Noormannen naar het zaterdagvoetbal, volgend jaar is dat 10 jaar geleden, dat gaf Noormannen wel een boost. Er kwamen weer heel wat leden terug eigenlijk, die op zondag niet meer spelen, die kwamen zaterdags wel voetballen. Dus we kregen weer wat extra teams. Dat betekende ook dat er ja, spelers terugkwamen die in het zaterdagvoetbal terechtgekomen waren. En ja, voor ons was dat eigenlijk een enorme boost. En we gingen dus eigenlijk hoger op elke keer. Ja, kampioenschappen en tot de tweede klas zelfs. Mooie derbies met de omliggende dorpen. En, ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Totdat, zal ik maar zeggen, ja, de periode kwam in de tweede klas dat het eigenlijk wat hoog gegrepen was. En ja, toen maakten we een duik naar beneden eigenlijk. En ja, dat ging ook op bestuurlijk vlak zo. Dus het werd moeilijk om bestuursleden te vinden. En nou ja, inmiddels is dat natuurlijk wel een beetje opgelost. Dus nu moeten we proberen om het op te pakken en kijken om weer hoger op te kunnen. Ja, want vorig jaar was misschien wel eigenlijk het dieptepunt met alle 3 de elftallen die degradeerden en het 4e dat uit de competitie genomen wordt. Ja, alles degradeerde en het 4e, ja, dat was eigenlijk nog een team wat bestond uit een redelijk grote groep spelers die zichzelf of waar ze zelf voor zorgden dat ze bleven spelen. Maar die moesten, ja, we moesten eigenlijk van het 4e, 3e maken toen. En ja, dat reageerde nog eens een keer. Dus ja. Dat was erg vervelend. Dus ja, dat was eigenlijk ook de start van de nieuwe toekomst eigenlijk. Ja, en hoe ziet die toekomst er dan nu uit? Nou ja, op zich hebben we, ja, je ziet het, een mooi park. We hebben een prachtige accommodatie. En, samen met korfbal en tennis, hè? Samen met de korfbal en de tennis nog, ja. De korfbal die dan volgend jaar ook gaat spelen op kunstgras. Dat betekent eigenlijk dat wij 3 velden tot onze beschikking hebben om daar op te voetballen. Dus dat is hartstikke mooi. En ja, ik denk dat we ervoor moeten zorgen met bestuur en vrijwilligers dat we gewoon weer wat meer mensen naar de club krijgen. Dat we ook zorgen dat er wat meer spelers blijven voetballen. En dan heb ik ja, best goede verwachtingen over de toekomst. Ik denk wel dat we toch weer wel eens een keer een stapje hoger kunnen doen. Want op zich hebben we best goede voetballers daarvoor. Op dit moment ook nog. Ja. Wim en Maarten, jullie zijn echte Noormannen supporters. Wim, hoe vaak zijn jullie hier langs de lijn te vinden? Nou, dit is elke thuiswedstrijd. En fanatiek? Zeker fanatiek. Hoe uitzicht dat, Maarten? Ja, we willen wel fanatiek meeleven, hoor. Roepen de spelers en af en toe is het de scheidsrechter. En ja, als er natuurlijk gescoord wordt, dan gaan we met de handjes in de lucht. Ja, nou zijn het zware tijden voor de Noormannen supporter, want het is de laagste klasse op zaterdag op het moment. Zeker, zeker. Maar hoop doet leven. De laatste wedstrijden na de winterstop, dan zit er echt goed vooruitgang in. Dus met een aantal jonge spelers en we zien de toekomst toch rooskleurig tegemoet. Ja, Wim, hebben jullie eigenlijk zelf ook gevoetbald? Ik heb vroeger ook nog wel gevoetbald, maar ik had mijn knie, dit wou niet meer mee. Dus, en nu ga je kijken bij je zoon? Nu ga ik kijken bij mijn zoon, ja. En hoe doet hij het? Nou, ja, fantastisch. Fantastisch doet hij het. Die doet het heel goed. Ja, zeker. Ja, ja, en dat is leuk om te zien. Ja, hij is net terug van een hele zware blessure. Een knieband. Dat is een van de redenen dat we na de winterstop, rennen ze weer terug, dat het inderdaad zo een stuk beter gaat. Oké. Okay. Ja, absoluut. En jouw zoon, die speelt er ook in, hè? Mijn zoon, die keept, ja. En dus hoe doet hij het? Nou, vanuit die pupilletjes is die keeper. Ze waren met z'n tweeën een tweeling en ze konden ze niet uit elkaar. En toen moest er mij dat doen en hij moest er spelen. En dat is altijd zo gebleven. Ja, dan kan je ze uit elkaar houden. Moet uit elkaar houden. Ja. Ja, ja, ja. Maarten zegt, Wim, het moet nog wat hoger. Wat voor klassen kan Noorman nog halen, denk jij? Nou, eerst nog maar een jaartje in deze klasse. En dan, als het een beetje allemaal een beetje loopt, dan kunnen ze wel een klasje hoger. Ja, want een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld nog tweede klas zaterdag. Dat was wel een beetje het hoogtepunt van de Noormannen. En dat is een mooie klas om ook te kijken bijvoorbeeld. Ja. 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 Nou, nog eventjes, want je zegt ja, mijn zoon is keeper. Dat betekent ook dat hij straks penalties moet gaan stoppen, denk ik. Ja, dat zal zeker gebeuren. En ja, ja. Heb je nog even een paar goede tips voor me dan? Mag je borst maar nat? Nou, zullen we dat niet doen? Dan Jaap, zoek het lekker zelf uit. Geen tips? Nee. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Tijd weer voor het kliko-schieten, nog altijd die 150 punten als record. Mark, het wordt tijd dat het eens verbroken wordt. Ik ga mijn best doen. Geoefend? Net een beetje, maar voor de rest niet. Nee? Thuis niet zoveel kliko's. Nee, geen vier in ieder geval. Nee, geen vier. Nee. Nou, we speel je al jaren bij de Noormannen. Je komt ook hier vandaan, maar je woont nu in Oost-Soenburg. Maar toch blijf je altijd trouw terugkomen naar deze club. Voorlopig nog wel. Ja. Want... Zolang ik het nog in het eerste blijf voetballen en naar mijn zin heb, dan blijven we nog voetballen. Dus. En is het leuk in die vierde klasse? Ja, je wil altijd zo hoog mogelijk voetballen, maar ja, voor de vereniging is denk ik goed dat we een stapje lager gaan zijn om weer langzaam de weg naar boven te vinden. En dat begint nu langzaam te lukken? Het begint langzaam te lukken. Dus, Oké, nou ik weet dat jij een aardige techniek hebt, dus ik verwacht er veel van. We gaan ons best doen. Veel succes. Dank je. Flink windje. Oh, net te hard. Die tellen we op de deksel. 50 punten. Ze moeten er allebei in, hè? Kom op. Ja, 75. En? Ja! 125, gedeeld derde. Dankjewel. Tevreden? Veel niet tegen. Oké, goed gedaan. Mark Minderhout komt net 25 puntjes tekort om ook koploper te zijn. En dus houden we dezelfde twee leiders. Meneer Gabrielsen, al meer dan 60 jaar lid bij de Noormannen. Dat klopt. Dat is een hele tijd. Ja. Veel gedaan, veel meegemaakt bij de club? Veel meegemaakt. Ik ben op mijn 10e lid geworden. En dat was nog een beetje junior natuurlijk. Dat was nog niet in competitie verband. Maar dan ben ik dus in het seizoen 58-59 ben ik halverwege, zeg maar, na de winterstop, ben ik in het eerste elftal gekomen. Vandaar ook die wedstrijd in 1960. Ja, dat is deze foto. Dat was dus de afdelingsbekerij. En die wonnen jullie toen? En die wonnen wij. Die wonnen met 5-2 van Patrijs. En daar was u ook bij? En daar was ik ook bij, dus dacht ik. Dat was na de wedstrijd en dat was voor de wedstrijd. Was het mooi al die jaren voetbal in dat eerste van de Noormannen? Ja, schitterend. Schitterend. We hadden gewoon een lekkere, leuke vriendenploeg. En dat ging heel goed. Ja, hier hebben we nog een prachtige foto waar u op staat. Ja. Wat voor speler was u eigenlijk? Toen hier zo, maar dat was dan in de tweede helft en dan stonden we nog steeds mee in en achter, dus dan moesten we een beetje gaan pressen. Ja, ja. Dus daar ging ik ook wel eens mee naar voren. Maar wat speelde normaal? Dat speelde de klaarste man. Oké. Nou is het Noorman natuurlijk altijd een zondagclub geweest, nu de laatste jaren zaterdag. Vindt u het een verbetering eigenlijk? Voor het ledenaantal wel. Want dat eerste jaar in zaterdagvoetbal moesten we natuurlijk wel even wennen. Ja, want mist u het voetbal op zondag? Niet meer. In het begin was het natuurlijk, want dan deed ik ook al kantinediensten en dergelijke. In 2007 zijn we overgestapt naar het zaterdagvoetbal. Ja. Maar daarvoor, dat we zondagsvoetbal deed, dan hadden we natuurlijk ook zaterdags de jeugd. Ja. Dus dan stond ik gewoon altijd in de kantine. Toen waren er 2 dagen en nu nog maar 1. En dan nog maar 1. Ja. Dan hebben we 's morgens de jeugd. En 's middags de senioren of de dames. Maar die ene dag blijft u komen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zolang als dat kan lopen en dat goed blijft... Dan bent u erbij? Dan ben ik erbij. Dit is team de Noormannen met van links naar rechts Rody Jansen, 11 jaar van de D1. In het midden Marshall de Vries, 9 jaar van de E1. En rechts Giel Verhulst, 11 jaar en speler van de E1. 3, 2, 1, start! Ja, moedig ze aan, hè? Goed zo! Goed zo, Giel. En gelijk raken, hè? Kom aan. En... oh, jammer. Ja, kom maar. Goed zo. Ah, de snelheid zit er goed in. Ietsje dichterbij misschien. En... oh, jammer. Ja. Ah. Goed zo. Oh, even terug, even terug. Ja, goed zo. En daar gaat hij, hè. En... oh, jammer. Ja. Ah, nu gaan ze raken, jongens. Ik weet het zeker. Kom op, hè. Het lijkt makkelijk, maar dat is het echt niet, hoor. Goed kijken. En, oh, de lat. Nou, dat doen we een andere keer, latje trappen. Kom op. Ja. Goed zo. En over. Nou, Marshall, red de eer. Kom op. Aan de supporters ligt het in ieder geval niet. Kom op. Goed kijken en... oh, jammer, nog even terugrennen. En stop. Het blijft toch hartstikke moeilijk om die bal door die gaten te schieten. Geen vermelding voor de Noormannen in onze top 10. Oké, team de Noormannen, aan de snelheid lag het niet, want jullie waren razendsnel. Maar ja, helaas, geen treffers. Toch een applaus van de club, toch? Ja, goed gedaan. Dankjewel voor het meedoen. Dankjewel. Dankjewel. Vandaag in de vrijwilliger, niet zomaar een vrijwilliger, de vrijwilliger van het jaar 2011-2012, Jeroen. Ja. Een trofee waar je trots op bent. Zeker, ja, daar ben ik zeer zeker trots op. Dat ja. Is toch een mooie bekroning op heel veel jaar diverse takenuitvoeringen. Ja, ja, want ja, iedereen kan zien dat je nog een jonge fan bent, maar je bent hier al heel wat jaar, heel wat jaar actief als vrijwilliger. Ja, klopt. Ik ben op mijn 17e ongeveer... 16, 17 ben ik begonnen met de oliebollencommissie. En ja, dan in de loop van de jaren eigenlijk steeds meer erbij gaan doen. Leider van het derde elftal, rommelmarktcommissie, kantinecommissie. En nu sinds afgelopen zomer wedstrijdsecretaris. En ja, zo zijn we eigenlijk steeds een beetje bezig. Dat, ja, werkt het zo dat als je iets doet dat ze dan denken van nou, dat kan hij er ook nog wel bij doen? Soms wel, soms wel. Vorig jaar heb ik wel eens een keer gezegd van ja, nu doe ik eventjes, neem ik eventjes geen nieuwe dingen aan. Maar dan, ja, dan kwam er toch weer vacature voor wedstrijdsecretaris. Dus ja, dan stap je daar weer in. En zo ja, blijft het eigenlijk steeds een beetje gaan. Ja, en nu, nu gaan we de website vullen? Ja, klopt. Dat, we zijn met de communicatiecommissie bezig met een nieuwe website, ja. Die wordt dan door een van ons gebouwd en ja, die moet eigenlijk alle onderdelen moeten daar weer een beetje van gevuld worden. Oké, nou laten we aan de slag gaan. Nou, ik heb hier dus de teamfoto van het eerste elftal, ja. En ja, daar moeten dus nu alle namen bij komen van degene die dus op de foto staat, dus dat, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje mee bezig. Oké, zal ik er ook nog een paar doen, Jeroen? Ja, dat is goed. Nou, deze nog even afmaken. Lennart. Nog even over je award, Jeroen, want ja, dat was wel een mooie avond toen, hè, toen die uitgereikt werd. Ja, dat was een hele mooie avond inderdaad. Hoe ging dat? Ja, dat was in het Serious Museum, Serious Voetbalmuseum. En, toen nog in Middelburg? Toen nog in Middelburg, ja, klopt. En ja, dan moest ik, toen waren we met nog twee anderen, ik weet even niet meer wie, maar waren we met z'n drie natuurlijk genomineerd. Ja. En, ja, toen... moesten we daar naartoe. En van wie kreeg je hem? Ik kreeg hem uitgereikt van Hardy van Rai, dus ja, dat was wel leuk. De oud-voorzitter, ja, van PSV. De oud-voorzitter van PSV, dus ja, dat was... ja, en normaal staat hij bij je thuis? Die staat gewoon thuis bij mij. Is die een mooi plekje? Ja, jawel, 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 zeker wel, zeker wel. Kijk, waardering voor het werk. Ja, klopt. Tijd weer voor de penalties met ja, Niels. Ik zat net met je vader op de tribune, die wilde geen tips geven. Oké. Heb jij nog wat tips? Nou ja, volgens mij heb je al aardig wat penalties genomen, dus de ervaring is er denk ik. Ik hoef je niet zoveel te vertellen denk ik. Heb jij al aardig wat penalties gestopt of niet? Ja, regelmatig stop ik wel een penalty, ja. Je hebt een beetje een naam op penaltygebied. Nou, dat is overdreven denk ik, maar ik stop wel regelmatig een penalty. Oké, en hoeveel gaan het vandaag worden? Ja, ik ga er proberen 3 te stoppen. Zo. Nou, dan heb ik het record toch? Ambitieus, zet hem op hè? Yes, dankjewel. Oh! Mooi gepakt, mooi gepakt. Oh man! Ja! Goed gedaan man, gefeliciteerd. Goeie keeper, hij had het voorspeld. 3, mede recordhouder. Ik ga maar weer oefenen.